Ik denk dat het, ladies and gentlemen, tijd wordt voor een nieuwe The Witness aflevering voor een greenhousie. Hebben we zin in een greenhousie? Ik wel. Trouwens, dat hele bossegment hoorde dus gewoon bij dit, hè? Het hoorde bij Shady Trees. Schaduwachtige bomen. Dus we hebben nu vet veel shit opgelost. Meester, kijk even wat... Moet je kijken hoe mooi, man. Ja. We hebben gewoon de meeste lasers opgelost. Dus een prachtig beeld trouwens om ook gewoon een keer als thumbnail te gebruiken. Maar dat doe ik denk ik voor mijn eindpart. Om echt een eindpart te maken met de meeste lasers allemaal naar die berg toe. Nou heb ik nog steeds dit soort pilaren die tot nu toe nog steeds geen functie hebben lijkt wel. Staan dan maar te staan. Dus wij gaan nu richting de berg, aangezien we de meeste dingen al hebben gedaan. Een boot is ook altijd een mooi overzicht, aangezien dat de enige plek is waar je een landkaart hebt. Maar ik denk toch echt dat het tijd wordt voor dit. Daarvoor moeten we dus naar beneden. We hebben de meeste bosonderdelen al gedaan, valt me op. Gaat het überhaupt lukken? Ja. Lekker rennen. En we gaan aan een nieuw areaatje beginnen. In The Witness. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. En ik hoop dat ik de puzzels snap. Nou, dat gaat al lekker. Kijk, dat lijkt me logic. Hey, mooi plekje. Dit is echt een hele vage plek. Heel toekomstachtig eigenlijk. Maar dat komt puur alleen op kleur, hè. Kleur gebaseerd is het opeens toekomstachtig. Maar valt reuze mee. Het is gewoon een plantenkas. We gaan een nieuw element leren, lijkt wel. Oké, ik zou echt niet weten wat die witte nou hier doet. Helemaal afzonderen werkt dus ook niet. Oh, elk een eigen kleur. Ja, elk een eigen kleur. Kijk, zo hebben ze allemaal dat eigen kleurtje, dat schijnig toch? Ja, dat is fout natuurlijk. Lekker. We gaan gewoon weer verder. Eigen kleurtjes vind ik ook wel leuk. Oh, dit wordt weer lastig hoor. Aha, yeah baby. Come on, let's go, yeah.
Kleurtjes is het makkelijkst. Tot nu toe vind ik dit de makkelijkste type puzzel. Oh. Zie? Ja, dat zou niet opvallen, hè? En nu dus wel. Oh, is fout. Kijk, zo horen ze dus bij elkaar. Oh jeetje, wat irritant. Snap hem, kijk. Zo los je de eerste puzzel op. En de tweede puzzel los je op door het blauwe glas te kijken. En de rest is allemaal geel. Dus dan is hij niet moeilijk. Dan betekent het zo, de rest is allemaal geel. Yeah. Pittige area weer. Oh jezus, heel fel rood. What the fuck. Laten we het gaan oplossen door... Nee, dit is sowieso niet goed. Oh. Kijk, één glaspaneel geeft zo'n effect. De andere geeft zo'n effect. Kijk je door beide, heb je je oplossing. Wat voor geluid was dat? Haha. Oh, die deur is open. Nice. Even een slokje drinken. Oeh. Dat is een pittig lichtje. Oké. Wow, how's possible, man? Wat gebeurt er? Waarom snap ik niet wat er gebeurt? Ik hoor me toch een episch geluid, maar ik weet niet wat er gebeurt. Lekker hoor. Oh, deurtje open, deurtje open. Zie je, wist ik wel. Wow, dit licht, au, mijn ogen. G.
gekke area. Het zijn allemaal gekke gekleurde lichten natuurlijk. En ik zag hier wel die liftschacht, maar die lift is nog niet goed. Niet op goede hoogte. Auw, man. Mijn oogbal is kapot. Is dit de bedoeling? Nee, toch? Wacht, we gaan eerst even kijken of we niet naar boven kunnen. Auw. Fucking hell, mate. Oké, eerst beneden oplossen, dan hier in het blauw oplossen. En dat zal ook wel open kunnen. Volgens mij is deze heel simpel. Ik rende er bijna van schrik uit ook. Wow, cool. Twee kleuren gecombineerd. Lekker hoor. Kijk, die moet ik al die kabels doen. Wow, de volgende kabel is kapot ook gewoon. Oh nice, nou ben ik hier. Kijk, en hier kan je niet komen zonder trappie. Of met de trappie. Je kan er juist zonder trappie komen. Maar er is voor de rest helemaal niks. Wow, het is fucking trip on the plek. Mijn ogen in mijn boven. What the fuck? Oplossings. Oeh, dit is een beetje lastig. Ah, is helemaal niet lastig. Kijk, nou heb je de blauwe weg van de witte. En nu? Game. Samen maakt geel. Of zo. Yeah. Hey, dat is de groene area. Daar wil ik ook wel heen. Oh, nou is het gewoon daglicht. Lekker cool. Kijk, zie je mooie bloempjes. Het is natuurlijk echt een bloemenhuisje. Fucking trip on the game trouwens. Hier is de laser. Dus we moeten eigenlijk alleen nog één oplossing fixen. Die kleur weg van die. Die kleur weg van die. Nou, zo moeilijk was dit niet. Bunker. Lekker bunkertje hoor. Wow, hoe gaat hij dat hitten, man?
Maar nu zul je je afvragen, wat nu? Volgens mij hebben we alle bekende plekken uit de game behandeld. Dus we gaan nu eigenlijk naar de top van de berg rennen aan het einde van deze aflevering. Om te checken wat we daar aantreffen. En wat we dus de volgende afleveringen kunnen gaan doen. Terwijl deze trage lezer rustig zijn gang gaat. En ze dan ook omgedraaid in de game stoppen. Hè? Dat is ongelooflijk. Zodat ze nog lekker traag moeten knallen. De zoveelste laser. Ja, vet gaaf. Maar hoe kom ik nu beneden? Zo dus. Gewoon een faal maken. Laten we... Voordat we echt naar de top gaan rennen, even een rondje rennen. Kijken of we nog shit te doen hebben. Maar daar beneden kun je helemaal niet komen. Hier kwamen we vandaan. Deze area hebben we ook gefixt, want dit is het moeras. Heb ik overal die lasers vandaan komen. Ik denk dat we echt nog dingen moeten fixen in het dorpje. En dat dan de volgende aflevering wordt. Wow. Over de boom. Cool. Ik kijk nu ook echt goed rond. Zo van, hebben we dingen gemist? Vanuit de meeste plekken komt nu een laser. Het ziet er echt heel vet uit als je al die lasers zo ziet schijnen. En het gaat allemaal naar dat. Laten we gewoon zo snel mogelijk kijken wat we daar vinden. Waar gaat het heen? Wat treffen we aan? Zijn er nog lasers? Zijn er nog secrets zoals dit bijvoorbeeld? Ik bedoel, what the hell? Ik snap er helemaal niks van. We gaan wel eerst even naar de top. En wie weet kunnen we dit volgende part doen. Want ik zit er nu op te staren. Ik zit dingen te verzinnen, maar het werkt niet. Is er nou sneeuw hier? Wow, wat vet, de rivier. Up there, you go around every hour and a half, time after time after time. You wake up usually in the mornings, and just the way that the track of your orbits go, you wake up over the Mideast, over North Africa. As you eat breakfast, you look out the window as you're going past, and there's the Mediterranean area, and Greece, and Rome, and North Africa, and the Sinai, the whole area. And you realize that in one glance, that what you're seeing is what was the whole history of man for years, the cradle of civilization. And you go around down across North Africa and out over the Indian Ocean. And look up at that great subcontinent of India, pointed down toward you as you go past it. And Ceylon off to the side, Burma, Southeast Asia,
out over the Philippines, and up across that monstrous Pacific Ocean. Vast body of water. You've never realized how big that is before. And you finally come up across the coast of California and look for those friendly things. Los Angeles and Phoenix and on across El Paso. And there's Houston. There's home. And you look, and sure enough, there's the Astrodome. And you identify with that, you know? It's an attachment. And down across New Orleans, and then looking down to the south, and there's the whole peninsula of Florida laid out. And all the hundreds of hours you spent flying across that route, down in the atmosphere, all that is friendly again. And you go out across the Atlantic Ocean and back across Africa. And you do it again and again and again. And that identity, that you identify with Houston, and then you identify with Los Angeles, and Phoenix, and New Orleans, and everything. And the next thing you recognize in yourself is you're identifying with North Africa. You look forward to that. You anticipate it. And there it is. That whole process begins to shift of what it is you identify with. When you go around it in an hour and a half, you begin to recognize that your identity is with that whole thing, and that makes a change. You look down there, and you can't imagine how many borders and boundaries you crossed again and again and again. And you don't even see them. At that wake-up scene, the Mideast, you know there are hundreds of people killing each other over some imaginary line that you can't see. From where you see it, the thing is a whole, and it's so beautiful. And you wish you could take one from each side in hand and say, look at it from this perspective. Look at that. What's important? And so a little later on, your friend, again those same neighbors, another astronaut, the person next to you goes out to the moon. And now he looks back and sees the Earth not as something big where he can see the beautiful details, but he sees the Earth as a small thing out there. And now that contrast between that bright blue and white Christmas tree ornament and that black sky, that infinite universe, really comes through. The size of it, the significance of it, it becomes both things. It becomes so small and so fragile, and such a precious little spot in that universe that you can block it out with your thumb. And you realize that on that small spot, that little blue and white thing is everything that means anything to you. All of history and music and poetry and art and war and death and birth and love, tears, joy, games, all of it is on that little spot out there that you can cover with your thumb. And you realize that that perspective, that you've changed, that there's something new there. That relationship is no longer what it was. And then you look back on the time when you were outside on that EVA and those few moments that you had the time because the camera malfunctioned, that you had the time to think about what was happening. And you recall staring out there at the spectacle that went before your eyes. Because now, you're no longer inside something with a window looking out at a picture. But now you're out there. And what you've got around your head is a goldfish bowl, and there are no limits here. There are no frames. There are no boundaries. You're really out there, over it, floating, going 25,000 miles per hour, ripping through space, a vacuum, and there's not a sound. There's a silence, the depth of which you've never experienced before. And that silence contrasts so markedly with the scenery and the speed with which you know you're going. That contrast, the mix of those two things, really comes through. And you think about what you're experiencing and why. Do you deserve this? This fantastic experience? Have you earned this in some way? Are you separated out to be touched by God to have some special experience here that other men cannot have? You know the answer to that is no. There's nothing that you've done that deserves that, that earned that. It's not a special thing for you.
You know very well at that moment, and it comes through to you so powerfully, that you're the sensing element for man. You look down and see the surface of that globe that you've lived on all this time, and you know all those people down there. They are like you. They are you. And somehow you represent them when you are up there. A sensing element, that point out on the end, and that's a humbling feeling. It's a feeling that says you have a responsibility. It's not for yourself. The eye that doesn't see does not do justice to the body. That's why it's there. That's why you're out there. And somehow you recognize that you're a piece of this total life. You're out on that forefront and you have to bring that back somehow. And that becomes a rather special responsibility. It tells you something about your relationship with this thing we call life. And when you come back, there's a difference in that world now. There's a difference in that relationship between you and that planet, and you and all those other forms of life on that planet, because you've had that kind of experience. It's a difference, and it's so precious. And all through this, I've used the word you because it's not me. It's not Dave Scott. It's not Dick Gordon, Pete Conrad, John Glenn. It's you. It's us. It's we. It's life. It's had that experience. And it's not just my problem to integrate. It's not my challenge to integrate, my joy to integrate. It's yours. It's everybody's. Russell Schweikart, 1975. Dat was een goede lap teksten, Russell Schweikart uit 1975. Bedankt man, 86 jaar later. Ik weet niet eens of mensen überhaupt dit nog keken. Ik had het al lang weggeklikt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. En geniet van die dromerige boeken. In ieder geval het ding is, waarschijnlijk heb ik het ook gewoon weggeknipt. Dit sloeg helemaal nergens op. Dit was in ieder geval een audionoot van 10 jaar lang. Dit heeft echt minimaal 10 minuten geduurd. Kijk, dat is hem. Daarmee gaan we de volgende part aan de slag. We moeten natuurlijk gewoon nog de stad doen. Dus daarmee gaan we aan de slag, jongens. Dit is natuurlijk allemaal zeer... Ja, hoe moet je dat zeggen? Geheimzinnig, het klopt allemaal niet. Ik heb een paar dingen geactiveerd, zoals dat. Die puzzel daar op de grond doe ik juist nog niet. We hebben het riviertje bewust geactiveerd. Zie maar, dat is het riviertje. En volgende stad gaan we dus naar Town. Volgende stad, volgende keer gaan we dus naar Town. Tot de volgende aflevering.